In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Indy. Zij was onopgemerkt zwanger. Ik begin met een paar dilemma's. Wel of geen anticonceptie? Wel. Ziekenhuis of thuis? Ziekenhuis. Liever wel of niet weten dat je zwanger bent? Wel. Adoptie of zelf opvoeden? Zelf opvoeden. Eén of meerdere kinderen? Meerdere. Wanneer ontdekte je dat je zwanger was? Ik ontdekte dat ik zwanger was op de dag dat ik ging bevallen. Oh my god. Ja. Ja. En ik werd 's ochtends op maandag 15 april werd ik wakker, 2019. En heel vroeg ook, met een heftige ongesteldheidsbuikpijn. Ik denk dat iedereen die wel eens heeft gehad als vrouw zijnde. En het werd eigenlijk veel erger en erger. En op een gegeven moment zo erg dat ik van de pijn niet meer wist wat ik moest doen. Toen heb ik mijn vader opgebeld. En die heeft mij opgehaald. Het was 8:00 's ochtends, dus hij zei nog. Ik kon nog even naar het inloopspreekuur van de dokter. Toen zei ik, nee, ik moet nu naar het ziekenhuis. Dit is zoveel pijn, dat heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Er is iets niet goed. Wat dacht je zelf dat het was? Ik dacht eerst een blinde darmontsteking. Omdat het laag zat, daar een beetje. En toen zijn we naar de eerste hulp gegaan. En daar heb ik toen, ik denk, 1,5 uur gelegen. En ik heb toen pijnstillers ook op een gegeven moment gekregen, omdat ik zoveel pijn had. Ja. En ik schreeuwde erom. Ik zeg, ik wil pijnstillers. Ik kan dit niet verdragen. Ik lig hier nu 1,5 uur. Dit trek ik helemaal niet. Toen ben ik daar weggevallen, teruggereden. En daar zat mijn mama ineens ook. En toen kregen wij met z'n drieën voor het eerst te horen, mevrouw Dijkstra, u gaat bevallen. Oh my god. Ja. En toen dat dacht was echt ik niet. De allereerste keer. Allereerste keer, ja. Ja, en toen dacht ik niet van, ik krijg nu een kind. Maar ik dacht, fuck, ik heb zo ongezond geleefd. Ik heb zoveel stoute dingen gedaan die je niet moet doen als je zwanger bent. Maar en was dat dus ook niet een angst van op wat voor manier gaat er nu ook iets uit me komen? Konden ze daar iets over zeggen? Van het is gezond of? Nou, eerst niet. Op het moment dat het aan je wordt verteld, niet. Ja, ik bedoel, eerst is het. Ja, ze ging al bevallen. Ja, dus de stap eerst is vertellen aan een meisje van 18 dat ze gaat bevallen. Het waren ook weeën die ik dus voelde. Ik moet zeggen, op dat moment was ik alleen maar bezig met dingen aftikken van oké, dit klopt, dit klopt, dit klopt. Ik had gelijk heel erg een moedergevoel. Ja? Ja, gelijk. Had je ook gelijk een gevoel dat je dacht, ik wil haar houden of ja, ik wil er niet? Ja, gelijk. Ik had geen seconde. Ik zat sowieso in een overlevingsstand, weet je wel. Ik moest het gewoon surviven. En toen op een gegeven moment, misschien een beetje too much information, toen zei ik tegen mijn man. Dat bestaat hier niet, hè? Dat is ook zo, daar heb je ook gelijk. Toen zei ik, mam, ik moet mega nodig kakken. Ja. En toen zei mijn moeder, nee, dat zijn je persweeën. En toen, in 7 minuten daarna bevallen. Oh my god. Met een gezond meisje. Hoe was het om haar dus überhaupt de eerste keer te zien? Ja, dat is prachtig. Dan heb je dat vast. En ik wist de naam ook gelijk. Ja? Ja, gelijk. Ik wist al dat ik mijn eerste kindje Yuma wou noemen. Dat wist ik altijd al. En hoeveel tijd zat er tussen nog denken dat je last hebt van je buik en het vasthouden van een kindje? 4 uur in totaal. Dat is een hele korte vlucht. Ja. Echt. Was je buik helemaal niet gegroeid? Het zat heel erg in mijn lichaam. Dus heel erg normaal naar achter of zo? Ja, dan. Ja, klopt. Normaal ligt een baby op je lichaam, daarom is die buik zo dik. En bij mij zat hij erin, waardoor mijn organen eigenlijk meer naar de zijkant zaten. Dus nu loopt het iets meer zo. En toen loopt het. Werd je eigenlijk ongesteld of hoe ging dat? Ik had een spiraal. Alleen mijn cyclus is sowieso altijd heel erg raar geweest. Dus ik ben heel vaak, sinds dat ik 14 ben, ik ben op mijn 14 ongesteld geworden. En daar heb ik altijd een jaar niet ongesteld geweest. Een half jaar niet. Dan weer 3 weken achter elkaar. Maar je had ook die spiraal. Dus op het moment dat je denkt dat je bent. Dus hij is door de spiraal heen gegaan. Ja. Oh nee. Ja, dat is wel goed om te zeggen. Inderdaad, ik had gewoon. Was dat een koopspiraal? Was goed beschermd. Zou dat moeten zijn. Maar ja, het is nooit 100%, hè? Nee, dat blijkt. Niks is 100% uiteindelijk. Want als je dan nu terugkijkt op die hele tijd.
Denk je dan dat had iedereen een soort van bord voor zijn kop? Of had je het echt in niks aan jou kunnen zien? Ik denk dat ik vooral een bord voor mijn kop had. En dat mijn lichaam, ik denk dat je hoofd en je lichaam ook samenwerken. Daar gewoon naar reageerde. Ja, dus een bord voor je kop. En dat je daar niet mee bezig bent. En het sowieso al een rare zwangerschap was natuurlijk. Heb je gedronken of gerookt tijdens de zwangerschap? Of, ja, of drugs gebruikt? Alle drie, ja. Ja. Ik heb me daar heel erg lang heb ik daar moeite mee gehad. Kijk, dat Juma kwam ter wereld. En zij zag er gezond uit. Alleen, er zijn soms ook dingen in een koppie die misschien net even anders zitten. Ja. En dat kan je vaak pas op latere leeftijd zien. En dat was denk ik heel lang een angst voor mij. Dus toen ze werd geboren konden ze zien dat er niks verkeerd was aan haar. Zijn er daarna, is er ooit nog iets naar buiten gekomen waarvan ze nu konden zeggen van dat heeft misschien met die tijd te maken? Nee. Het enige wat bij de geboorte was dat ze wat kleiner was. Ja. En dat kan hebben te maken met roken, drinken, feestjes, niet genoeg rust, whatever. Oké. Alleen, ze is super snel gegroeid daarna. Lekker scherp, gezond, lacht veel. Ja, en dat is wat ik nu weet. En dat is ook goed. Ja. Ja. Hoe waren de eerste dagen met je baby? Heerlijk. Was echt heel fijn en lekker. Maar zat je ook niet een beetje zo van, oh my god. Ja, maar ik denk dat ik vooral heel excited was dat er een heel kindje uit me was gekomen. Ja, en ik had dus wat een warm nest om me heen en familie die me steunde, waardoor ik ook wel een beetje vertroeteld werd. Ja. Dus die eerste dagen waren heel fijn. Ja, zeker. Eigenlijk wel. Hoe kijk je daar nu op terug? Van alles moest natuurlijk aan je uitgelegd, dat is anders ook, maar alles moest aan je uitgelegd worden. Voelde het juist heel natuurlijk of toch wel raar? Ja, ik denk dat alles, niet alles natuurlijk, maar heel veel voelde heel erg natuurlijk. Ik weet dat ik het aan het begin heel spannend vond om haar aan te kleden. Want zo'n pasgeboren kind, babytjes, het voelt sowieso allemaal mega fragiel. Dus je denkt, daar moest ik even aan wennen. Maar eigenlijk is het meest heel erg natuurlijk gegaan. En wat is er dan, denk je, echt veranderd nu door de komst van je dochter? Ja, heel veel, natuurlijk. Zou je zeggen alles? Of? Nou, jawel, alles. Niet dat dingen weg zijn gevallen. Maar wel op een andere manier. Maar ook mijn karakter. Ook hoe ik werk. Hoe voorzichtig ik ben. Hoe ik met mezelf omga. Hoe goed je voor jezelf zorgt. Ik denk dat ook wel veranderd is. Ik bedoel, ik sta niet meer 3 keer in de week op een bar. Nou ga ik nog steeds, doe ik hartstikke veel leuke dingen, maar wel veel rustiger ben ik geworden. Voor mij is het nu alleen 1 keer in de week een wijntje of een drankje met een sigaretje, maar dat was het ook echt. En dan is dat ook genoeg, dus die ene keer, of mis je het? Nu niet meer. En soms is dat 2 keer of dan heb je nog een etentje met vriendinnen en een keer een feestje, maar ik mis het nu niet meer. Als je alles terug kon draaien, zou je dan willen dat het niet was gebeurd? Nee, als ik het terug zou kunnen draaien, had ik niks veranderd. Maar als dit allemaal helemaal niet was gebeurd en ik had geweten dat ik zwanger was geweest op mijn 17e, dan had ik dat waarschijnlijk weggehaald. Ja, en hoe ben jij met dat idee? Relaxed wel, eigenlijk. Ja, ik bedoel... Eigenlijk zeg je dus van als ik het had geweten, had ik haar niet gewild. Nee, niet haar. Dat heb ik niet. Dat is het niet. Ja, oké. Okay. Het is dit een, op dat moment een beeld hebben van een bepaald pad, wat je kan nemen. Wat natuurlijk nu in mijn hoofd heel anders is. Maar op dat moment ben je 17. En zie je dat niet zo voor je. En als ik op dat moment had geweten dat ik zwanger was, dan had ik dat pad niet begaan. Het is wel zo gegaan. Zonder dat ik het door had. Maar daar ben ik wel heel blij mee. En heb je al bedacht hoe je dit... Nou, dat heb je waarschijnlijk nog niet bedacht, want het is nog lang nog niet zover. Maar van hoe je dit straks tegen haar gaat uitleggen of zo. Ja, daar zat ik laatst toevallig aan te denken. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat gewoon eigenlijk zo snel mogelijk een beetje moet vertellen. Ik denk dat ik daar niet te groot ding van moet maken. Ja, ik bedoel, als ik het vanaf het begin gewoon lekker normaal maak, is het ook normaal. Wat waren de reacties die je kreeg uit je omgeving? Ja, omgeving, daar heb je natuurlijk meer de lagen, denk ik, in.
de mensen die heel erg van mij hielden en verhouden en erbij waren veel, die reageerden natuurlijk in shock, maar meer ook een soort van blijdschap. Hmm. En van, je doet het goed en we zijn er voor je en hoe gaat het met je, kan ik iets voor je doen, dat soort dingen. Ja. Dat heeft me heel erg geholpen. En ik ging veel uit daarvoor. En ik kwam overal wel. Dus daarbuiten heb je kennissen en vrienden van vrienden. En dan kreeg je dat soort vragen of opmerkingen van... dat kind zit sowieso niet helemaal goed. Helemaal niet goed in elkaar. Of gewoon echt wel nare shit hoor. Dat ik echt wel dacht van, weet je, ik ben hier al best onzeker over. Je weet totaal, je kent me niet. Je weet hoe ik me voel. En vecht je daar nu nog steeds tegen? Voel je nog steeds dat mensen denken van... Nee, ik denk... Achteraf gezien heel erg dankbaar dat dat misschien is gebeurd. Want ik ben nu heel erg relaxed juist daarover. En überhaupt over wat mensen nu van me denken. Dat is voor mij ja, oké, maar dan heb je van iets lelijks heb je iets moois gemaakt. Maar ja, het is voor mij echt nu vrij onbelangrijk wat mijn overbuurman van me vindt. Ja. En wil je nou meer weten over dit gesprek? Check dan onze podcast. Tot de volgende. Oh, wat lief dat je ook even zwaait. Ja, toch? Hey, als jij nu zou kunnen kiezen, zou je dan nu een 5-gangen diner willen of gewoon een snelle, vette hap? 5-gangen. Ja? Ja, man. Echt een chique meid. Ja, een hele chique meid. Ja? Ja. Dan wil je echt gewoon helemaal tafelen. En, Ja, dat zou ik nu wel willen, ja. Ik heb wel zin in.